De Europese Unie heeft in totaal 1 miljoen US dollar aan subsidies beschikbaar gesteld voor Surinaamse agrariërs. Deze gelden zullen via het ministerie van LVV worden verstrekt. Suriname komt in aanmerking voor de subsidies vanuit het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP. Dit project heeft als doel de bevordering van duurzame landbouw. Minister Pralat Seudin heeft vandaag de eerste ronde aan subsidies overhandigd aan verschillende agrariërs. De subsidies variëren tussen 5.000 en 300.000 US dollars. Uit de meer dan 400 inschrijvingen in 2019 kregen uiteindelijk 51 ondernemingen hun contracten. Seudin praat van een hoogtepunt in de agrarische sector. Ik kan u mededelen dat tot voor kort, tot het moment dat ik hier minister werd, dat ik aan jullie kant stond. Ik zat precies zo zoals jullie nu zitten in de zaal en ik heb bijna alle sessies meegemaakt en ook meegeholpen dat maar dan vanuit een andere hoedanigheid als voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs om het zaakje op gang te krijgen. Want zoals het begon, 2 jaar geleden, was ieder enthousiast, zeer enthousiast zelfs. Mensen hebben geparticipeerd en op een gegeven moment zag je een daling. Dat is een hele poos dat je niks meer hoorde eigenlijk. Heel wat mensen die begonnen hun frustratie te uiten. Maar ik ben blij dat op een gegeven moment zaken weer op spoor zijn, weer op rails is. Maar het kwam allemaal omdat het proces nogal gecompliceerd was. In de eerste ronde zullen de subsidies meer worden besteed aan geavanceerde apparatuur zoals voedselverwerkingslijnen, maar ook aan kleinlandbouwapparatuur zoals waterpompen voor irrigatie, tweewielige tractoren en andere gereedschappen. Bij de lancering van de tweede fase van de matching grants, dat, zoals u eerder gehoord heeft, dat op korte termijn zal starten, hoop ik dat er minder administratieve lompsoms zullen zijn, dat er snellere beslissingen en snellere maatregelen zullen worden genomen om de agrarische en de producenten te ondersteunen met hun projecten. Nu ik aan de andere kant van de hek zit, van de tafel zit, kan ik stellen dat ik ervoor zal zorgen dat het management van SAMAP in elke fase van het proces ons het makkelijker maakt. Nu dat de aanvragers, tenminste zij die aanmerkingen zijn gekomen, die hebben ook aangegeven van, en die hebben hun collega en agripreneurs ook opgeroepen van luister, volg de procedure, meld je aan en ik vanuit het ministerie, ik zal via met mijn structuur dan ervoor zorgen dat er meer begeleiding komt bij het invullen van die formulieren. Dat was minister Pralat Seudin van LVV vandaag bij de overhandiging van subsidies aan agrariërs. De Europese Unie heeft in totaal 1 miljoen US dollar aan subsidies beschikbaar gesteld om deze sector duurzaam te ontwikkelen.